Matroos TD. Nou, iemand die vaart. Zeker. Een TD weet ik echt niet. Ter dienst. Toekomstig denken. Wow, ik heb het wel gehad op school, maar ik weet het echt niet meer. Zo'n hoed, denk ik. Dat ken ik niet. Te dik. Matroos te dik. Technische beroepen vind je bij Defensie in vele soorten en met de gekste namen. Bijvoorbeeld Matroos TD. Klinkt leuk, maar je vraagt je dan wel af... Wat doe je? Om daar achter te komen ga ik vandaag naar een aantal matrozen van de marine. Matroos TD. Nou, iemand die vaart. Ter dienst. Toekomstig denken. Te dik. Dat valt wel mee, toch? Ja, dat valt zeker wel mee. Ja, absoluut. Ja, maar matroos technische dienst, wat houdt het precies in? Het onderhoud van de systemen beneden in het schip. Maar het onderhouden van de sensoren en de wapens, zoals je hier achter kan zien. Zorgen dat die kunnen en blijven schieten. Wat doe je? Nou, we gaan hier vandaag schietoefening houden. Je bent toch matroos technische dienst? Ja, maar dit is ook een neventaak van ons. Dit hoort erbij? Dit hoort er ook bij. Waar ga je op schieten? Ik ga op die ballonnen schieten hebben. Wat doe je? Wij gaan nu een klein stukje onderhoud doen aan een van onze motoren. Ja? Eens in de zoveel tijd moeten we kijken of de klepspeling nog goed is. En dat gaan we nu doen. Hoe heb je deze passie voor motoren gekregen? Vroeger vond ik techniek al hartstikke leuk. De combinatie van militair en technische dienst, ja, dat maakt het werk extra leuk en spannend. Nou Tim, we zijn nu aangekomen in de overlaadruimte kanon. Ja? Mijn functie hier is het onderhouden van het kanon. En voor zometeen voor de oefening gaan we kanon laden. Dit is toch gewoon serieus gevaarlijk wat ik nu doe? Wat als deze nu ontploft, wat dan? Daar zijn we hier niet meer. Juist. Een minuutje gaan we opvoeren naar boven toe. Okay. Nog op één knopje hoeft te drukken en dan we gaan schieten. Zalkleer Captain Approved. Tim, aan jou reer. Ik mag op de knop drukken? Ja, deze. Holy shit. Wat doe je? Naast het werken wordt er natuurlijk ook ontspannen. Zo kan je gaan sporten. Kom op Tim. Beetje doordrukken. En gezellig samen eten. Welkom in de Allrangs eetzaal. Hier eten jullie met samen. Ja, de ene dag zit je naast de commandant en de andere dag zit je naast je eigen collega. Hier slapen we dan. Nou, dat is lekker ruim. Wat doe je? Fascinerend om zo'n dag mee te lopen. Het is in het echt zo anders dan in je hoofd. Matroos Technische Dienst. Wil je nou meer weten? Ga dan naar een infodag. Later!